Hey, kijker. Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar het was vandaag echt fucking warm buiten. Dus ik dacht, weet je wat, ik steun de lokale Nederlandse economie. Ik ga naar de supermarkt om een ijsje te kopen. Dus, ik ga naar de supermarkt en op een gegeven moment ben ik bij het coolste gedeelte van de hele supermarkt... Het vriesvak. En ik dacht opeens, hey, super warm buiten, video's opnemen, gaat niet zo handig. Ik moet nog een video opnemen. Wat nou als ik een video opneem waar ik een ijsje eet? Pff, geniaal, kwaliteit content, precies wat je kijkers willen zien. Dus dat was de vraag, welk ijsje is het leukst om te eten in een video? Dat mensen denken, wauw. Deze video wil ik echt zien. Wat een bijzonder ijsje. Dus ik zag een, een Magnum Oreo. Ik dacht, oh nee, ze maken echt alles van Oreo's. Of Oreo's, of hoe je die dingen ook noemt. Alles! En nu ook ijs. Ik denk, misschien is dat leuk voor de video. Maar toen opeens zag ik dit: de Hollandse raket. Ik vind het gewoon zo leuk dat alles Nederland. Mm, wij Nederlanders houden van Nederland. En wat is een betere manier om de liefde voor je land te uiten? Door middel van er flink aan te zuigen. Je hebt dus de normale raket, deze rakker. En je hebt ook de Hollandse raket. En die is 10 cent duurder. Ik dacht, ik noem het toch even op. Wij Nederlanders staan er ook wel eens bekend omdat we niet graag geld uitgeven. Maar we houden ook heel erg van Nederland. Dus dan krijg je een soort dilemma. 10 cent meer. Ga ik voor de Nederlandse raket? De Hollandse raket? Ik hou zo van Holland. Er is zelfs een televisieprogramma van. Genaamd Ik hou van Holland. Ik denk, fuck it. Ik koop die Nederlandse raket. Gaan we die lekker opeten in een video? Ik zag iemand al zeggen op internet, Twitter ergens, dat hij echt super goor was. Maar ik denk, ja, boeien, ik moet een YouTube-video maken. Ik heb zelfs een oranje T-shirt aan waarop staat: T-shirts zijn kut. Dat is grappig, want het is een T-shirt. Dus. De rest moet je zelf maar even verzinnen. Ja, ja, dit kan je in je mond stoppen. Hij is oké. Okay. Het is vergelijkbaar met een normale raketje. Ik zal even je specifieke blauwe deel proeven. Ja, het is wel lekker. Het is gewoon een goed ijsje. Nou, dat deel is in ieder geval klaar. Het ding is een beetje, aan de ene kant vind ik het wel leuk dat wij Nederlanders zo trots zijn op het zijn van een Nederlander. Aan de andere kant hou ik niet zo van trots zijn op dingen waar je niks aan kan doen. Mensen die bijvoorbeeld super trots zijn op het Nederlands elftal. Yeah, Nederlands elftal, wereldkampioenen. En dan winnen we een wedstrijd. Wij hebben gewonnen. Zo van nee, gast, jij. Zat thuis op de bank bier te drinken. Het Nederlands elftal, die hebben heel goed gevoetbald. Zij hebben gewonnen. En als het Nederlands elftal dan verliest, dan zeggen mensen niet vaak: Wij hebben verloren. Nee, nee, zij hebben verloren. Die gasten van het Nederlands elftal, die zijn kut. Ik. Ik ben die hele coole gast. Ik heb niet verloren. Ik zat niet bij het Nederlands elftal. Ik vind het een beetje makkelijk om heel erg veel eer te nemen. En heel cool te doen met iets wat eigenlijk helemaal niet jouw invloed is. Ik kan heel trots gaan zijn dat ik een Nederlander ben. Maar het houdt gewoon in dat mijn vader en mijn moeder in Nederland waren. Toen mij maakten en dachten nou... Geen zin om weg te gaan hier. Het is goed zo. Ze dus heb je ook mensen die zijn super trots op hun afkomst? Van ja, ik ben 25% Marokkaan. 12,5% Duitser. En ook een beetje Spaans. Dat ik denk, oké, okay, je had dus eigenlijk gewoon een Marokkaan. En een Spanjaard. En een Belg. En die hadden allemaal seks met elkaar. En dat klinkt gewoon als een hele foute grap. Maar het antwoord van de grap is dan jij, zeg maar. Er is niks mis met dat je deels Marokkaan bent. Of deels Duitser. Of deels Spanjaard. Alleen. Waarom ben je dus zo trots op? Het enige wat gebeurt is dat gewoon heel veel mensen hadden seks met elkaar. En die kwamen toevallig uit verschillende landen. Nou, gefeliciteerd daarmee. Zo, qua biologie, genetisch is het heel goed. Want dan heb je veel verschillende soorten genen. En dan weet uh, ik veel als lachen, man. Oh, kut, ik heb een punk eraf. Kut. Zo, en nu zit hij niet meer in mijn mond. Kunnen we lekker verder praten? dus ja, er zijn ook wel redelijk wat dingen waar we in Nederland trots op mogen zijn. niet dat wij ze hebben bereikt, maar dat is gewoon wel cool aan Nederland. het feit dat wij gewoon fuck you uh, onder de zeespiegel wonen, tenminste in sommige gedeeltes. ik zit volgens mij, kun je gewoon opzoeken, of je onder de zeespiegel zit. waar ik momenteel zit, is 1 meter onder zeespiegel. nou ja, ik zit dan weer op de tweede verdieping van dit huis, dus dan zit ik wel weer flink boven zeespiegel. als ik beneden zit, en alles wordt onderstroomd. Dan ga ik dood. Dat is gewoon even wat ik wil zeggen. Op mijn kamer ben ik redelijk veilig. Uh, Nederland is volgens mij het allereerste land waar het homohuwelijk legaal was. En we zijn nog steeds heel tolerant. Ik had het zacht van het laatste grafiek bijvoorbeeld. Voor hoe tolerant bepaalde landen zijn voor uh, transgender mensen. Die ook gewoon vinden dat het ook gewoon mensen zijn. Die gewoon een normaal leven verdienen. En in sommige landen. Als je een naar het oosten van Europa gaat. Wordt het gewoon echt 20%. Procent. Gaan, ah, gaan we maar gewoon dood. In Nederland zitten wij op 97%. Procent. Wij in Nederland hebben zoiets van. Hé. Hey, Doe lekker waar je zelf zin in hebt, als ik er maar geen last van heb. En dat is een hele goede manier om te leven. Maar dan misschien is het ook leuk als ik even uitleid uh, waarom Nederland niet het beste land is. Wij hebben onder andere, tromgeroffel op, wij staan. En heel vaak heb je van die lijstjes waar Nederland dan zo in staat. Hè? Dan heb je zo, uh, de top 10 rijkste landen per persoon qua inkomen. Of uh, top 10 uh, landen waar de mensen het oudst worden. En heel vaak in dat soort lijstjes staat Nederland echt heel hoog. Altijd onder Zwitserland. Zwitserland, Zwitserland is eigenlijk gewoon in alles altijd beter. Behalve in. Mm, waterreisjes maken. Fuck die gasten daarin. Uh, toen zag ik dus, Nederland stond weer ergens in de top 3. Mm, chill. En we staan boven Zwitserland. We staan boven Zwitserland in. problematisch alcoholgebruik. Yes! <laughs> Niet zozeer landen die het meeste drinken. De landen die namelijk boven Nederland staan zijn Ierland en Noorwegen. En dat is raar, want ik weet niet of je ooit in Noorwegen bent geweest. Maar alcohol is daar echt fucking duur. Echt bizar duur. Dus het is sowieso niet het land waar het meeste bier gedronken wordt. En Engeland staat heel erg bekend om hun binge drinking cultuur. Wat inhoudt dat je gewoon. Heel veel bier drinkt. Maar in Nederland drinken we dan misschien weer meer uh, sterkere dranken. Zoals onze Jenever. Wat als het goed is uit Nederland komt. Want waarom heeft het anders zo'n vage naam? Nederland zit in de top 3 problematisch alcoholgebruik. Vooral omdat wanneer wij Nederlanders drinken. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van kermis. In veel dorpen is kermis niet zozeer kermisattracties. Ik heb het over kleine dorp hier. Er staat gewoon een draaimolen. En de rest van het dorp die gewoon flink aan het zuipen zijn. Wij Nederlanders drinken niet per se veel meer dan andere landen. Maar als wij eenmaal met z'n allen drinken, dan drinken we gewoon echt heel veel. <laughs> Mooi toch? Mm. Voor de rest staan wij op de kaart door onze. Uh nog steeds lekker Even Een oh. momentje rust pakken hoor. wil ook gewoon we zijn vergeten wat ik wilde zeggen. Ik ben ook maar een mens. We hebben sowieso de beste YouTuber. Dat is uh, Cloning Games. Zeg maar, dan moet een soort Eurovisie YouTube Festival komen. En dan we dan allemaal YouTubers erheen sturen. En dan maken ze allemaal een vlog. En dan krijgen ze super veel views. Dat is het ook gewoon geen winnaar. Ik hou er niet van als Nederland weer verliest. Krijg ik niet over mijn <laughs> Verder heeft Nederland heel veel gerechten. En om een of andere reden. vind ik grappig om te zien. Heel veel van onze typisch Nederlandse gerechten vindt iedereen uit Nederland. En niet wel een groot deel van de Nederlanders. Super chill. En mensen die niet uit Nederland komen. Niet. Er nou zijn er wat uitzonderingen. Heel veel mensen houden van Hegel, Slaak of Stroopwevel. Maar bijvoorbeeld drop. Uh, je vindt vast drop niet verschrikkelijk goor in ieder geval. Maar bijna iedereen uit het buitenland die naar Nederland komt. Hier weer drop en dan, uh, Dit is echt ranzig. Iedereen vindt drop goor. Behalve als je ermee op bent gegroeid. Wat leidt dat de slogan? <laughs> drop, je groeit ermee op. Nee, echt. Ik kan het best begrijpen. Ik ben ook wel eens in een ander land. En dan ga ik allemaal dingen eten. En nee, dit is echt goor. Dit is echt goor. Dit is echt goor. Maar het is gewoon omdat het een nieuwe smaak is voor je mond. En dan denk je, nee, dit is echt goor. Nou ben ik benieuwd. Vinden buitenlanders een Hollandse raketje goor? Ik kan best begrijpen, want zo lekker is hij nou ook, vind ik niet. Deze video bevat betaalde promotie. Nou, ik weet niet hoeveel je hiervoor moet betalen, maar niet zoveel, denk ik. Wordt een beetje ongemakkelijk. Kan je ook gewoon heel sensueel aankijken. Wat verder wel geinig is in Nederland... We zijn ook heel trots gewoon op echt onze rood, weer blauw en onze oranje. We hangen met vet veel gebeurtenissen, hangen wij de vlag vol stok. Full pride, als er iets ernstigs is gebeurd, dan hangen we de vlag zo, zo half stok. Van, yeah, wel trots op Nederland. Maar, ah, dat is wel minder wat er is gebeurd, of niet dan? En ik had dus laatst geleerd van een vriendje van mij. Die had mij verteld dat in Nederland verboden is om de vlag te hijzen van een ander land. Uh, het gebeurt nog in Amsterdam best wel vaak nog wel, als het iemand... Uh, Denkt, hé, hey, Turkije is ook oh cool. Ik hang de vlag van Turkije uit mijn raam. En het kan dan letterlijk gebeuren dat een paar dagen later gewoon de politie aan de deur staat. Of misschien soms zelfs dezelfde dag met: Yo, je hebt een vlag van Turkije uit je huis hangen. Haal eens naar beneden. De uitzondering is: Je mag iedere vlag van mij hangen. Als er maar een Nederlandse vlag bij hangt. Zo van: Hé, hey, Turkije is cool en Nederland is cool. Jee, Maar je mag niet in Nederland gewoon een andere vlag hangen. Dat is tegen de regels van. Cool vlaggebruik. <laughs> het is belangrijk dat we dat soort regels hebben. Verder. Oh, kut. Nou, Verder. Ik wilde echt net wat zeggen, maar ik ben het niet helemaal kwijt. Verder is het gewoon heel cool dat Nederland echt het fietsland is. Uh, er wordt toevallig laatst iemand. Jongens. Nu een paar jaar in Nederland, maar die heeft heel lang in het buitenland gewoond. Ver ver weg buitenland. Ik zal voor de rest geen specificaties geven voordat de FBI deze persoon opzoekt. En ik vroeg, toen je naar Nederland kwam, uh, ik vroeg eigenlijk meer fiets jij. Fiets jij in het algemeen? En toen zei die persoon: ja zeker. Eet een slecht idee voor deze video. En Ik vroeg, voordat je ooit in Nederland was geweest, had je toen ooit al gefietst? En die persoon zei nee. Nee. In ons land fietst niemand. Dat is gewoon een lijp. Fietsen zijn gewoon voor lijpo's. Nederland. Fietsland. En dat komt voornamelijk. De vraag. Ja, waarom fietsen wij in Nederland nou zoveel? Zo vast deels te maken hebben met dat heel veel dingen dicht bij elkaar liggen. Want daar nemen ze dan toch veel vaker gewoon de bus. Uh, maar het heeft ook vooral te maken met de infrastructuur. Nederland is gewoon heel erg gemaakt voor fietsen. Oh. Omdat. We hebben fucking veel fietspaden overal. In andere landen. Als Ik, ik woon in een klein boerenkutdorp. Als je naar een grotere stad doet, is er gewoon een fietspad. In andere landen is er een nietspad. Dan moet je gewoon over de weg tussen alle auto's door. Denk aan een grote stad zoals New York. Als je daar op je fiets tussen al die auto's door wil gaan, is het fucking gevaarlijk. In Duitsland moet je verplicht een fietshelmpje op. Zo'n lelijk fietshelmpje bij de fiets, zodat je niet doodgaat. En dat is deels gewoon omdat fietsen in Duitsland gevaarlijker is. Omdat je gewoon minder goede fietspaden hebt en dat soort shit. Dus. Maar probeer te zeggen met deze video. Nederland is best een cool land. Maar laten we allemaal niet te stoer gaan doen dat we er vandaan komen. Want dan kan je voor de rest ook vrij weinig gaan doen. De kans is veel, veel groter dat jij geboren was in China. En vermoord werd omdat je een meisje was. Omdat ze daar die één. Een... Is dat nog steeds een ding? Ze hadden in ieder geval heel lang de regel. Dat je maar één kind mag. Ik wil liever een jongen dan een meisje. Dus maak ik mijn dochter dood. Dat had jij kunnen zijn. Je had net zo goed geboren kunnen worden in. Ethiopië. Wat blijkbaar minder chill is om in geboren te worden dan in Nederland. Maar toch worden er, denk ik wel, meer mensen geboren daar. Ja, doe je niks aan. Nou, jij ja, even kijken voor deze video. Ik ga even dit ijsje opeten, wat er nog van over is. Uh, dankjewel. Vanavond ga ik livestreamen. Ik wil niet zeggen dat het leuk wordt, maar je kan komen kijken. Uurtje of tien. Waarschijnlijk morgen weer gewoon normaal video's. Bent het hele weekend thuis om natuurkunde te leren. Iets met magneetvelden en de rechterhandregel en dood willen. Nou, jij ja, even kijken. Hey! Мур! Mm -hmm.